Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En Tobias is er ook gezellig bij. Maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag weer een aquariumonderwerp. In de video van vandaag heb ik het over filterkool. Als je medicijnen hebt gebruikt in je aquarium, staat er altijd in de bijsluiter dat je over kool moet filteren. Ja, maar er staat niet bij hoe je dat moet doen. Dus ik denk, ik maak daar even een video over. Met wat tips en wat handigheidjes dat je heel veel dingen ook zelf kunt doen. Als je net medicijnen hebt gebruikt, denk aan medicijnen voor stip, voor andere parasieten. Het zijn altijd van die dingen die je dan, als je die in je aquarium hebt gebruikt, in je aquarium blijven hangen. En dat moet weer verwijderd worden. Als je kuur is afgelopen, moet je weer water gaan verversen. Het liefst eerst 50% of iets meer, 50-70%. Je moet ook even een beetje oppassen, want als je kool weg gaat gebruiken, haalt het allerlei stoffen eruit. En je moet dus eventjes opletten dat dan niet de hele bacteriecultuur, want die is dan toch al, heeft dan toch al een opdonder gehad natuurlijk, door dat je de medicijnen in hebt gedaan. Vervolgens ga je weer aan het filter zitten, ga je er weer iets in het filter stoppen. Dan gaat het weer over kool, vervolgens doe je er weer vers water bij. Dus je bak die zal wel even een opdonder krijgen ervan. Dat is logisch. Maar om het te beperken moet je gewoon even een aantal stappen ondernemen, zodat je kunt zorgen dat het goed gaat. Allereerst, je medicijnenkuur is klaar en je gaat de bak van 50-70% het water eruit halen. Dat doen we als eerst. Heb je dit gedaan, vul je bak weer aan met vers water uit de kraan op temperatuur. In tussentijd dat je vol loopt misschien of dat je met leeglopen bent, kun je beginnen met je filter. Ik heb hier even als voorbeeld deze filterkool, die had ik nog liggen. Als je net medicijnen hebt gebruikt in het aquarium en je moet filterkool toepassen, kun je dat op de volgende manier doen. Dit is even één tip, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden, maar dit is hoe ik het doe. Allereerst koop je een doos of een zak met actieve kool. Het liefst gewoon natuurlijke kool, net zoals deze korreltjes. Je hebt ook van die pellets actieve kool, maar vaak zit daar nog iets anders doorheen. Kun je ook gewoon gebruiken hoor, om de gifstoffen eruit te halen. Het is echt gewoon even voor tijdelijk. Die kool die laat je ongeveer 4 dagen tot een week in het filter meedraaien. Daarna haal je gewoon weer uit en doe je het normale filtermateriaal erin, wat je eerder ook gebruikt hebt. Dit is echt puur even om alle medicijnresten uit het water te halen. Hierbij laat ik even zien hoe je heel erg makkelijk zelf de kool in het filter kan doen. Allereerst hebben we het kool. Ik doe dat even in een bakje met een lepel erbij. En ik heb een paar pentishokjes. Pentishokjes. Ja, dus zoek een paar pentishokjes in de kast van je moeder, van je oma. Misschien heb je zelf nog pentishokjes. Gewoon een paar. Als ze gebruikt zijn, zou ik ze wel eerst even uitwassen. En dan kun je ze gebruiken voor in het aquarium. Altijd handig. Je kunt ook gewoon een panty gebruiken. Knip je daar gewoon de voet van af. Of je pakt een ander stuk, doe je aan beide kanten een knoopje. Altijd handig om in huis te hebben. Dus mannen, ga naar de winkel en koop een paar panties. En als je je raar aankijkt, nou, so what. Nou schep ik wat van het kool in een pantyshokje. Niet helemaal vol, want dan kun je het niet meer goed plat maken. Vervolgens leg je een knoopje erin. Zo kun je er een paar maken die in je filter passen. Voordat je dit gaat gebruiken, is het wel raadzaam, nou het moet eigenlijk, om even dat kool af te spoelen in het netje. Zo haal je alle stof eruit, want die stof is heel erg fijn wat erin zit. En het zit anders door je hele aquarium en dat is niet de bedoeling van deze kool. Dus we spoelen het eventjes grondig af. Als je dat gedaan hebt, dan ga je even naar je filter. In mijn geval, ik heb 3 filters op het aquarium staan. 2 Sunsuns en 1 JBL Crystal Profi. Die laatste die gebruik ik meestal bij dit soort dingen. Dat is voor mij ietsje makkelijker.
te zetten. Die pomp die staat er gewoon naast. Je kan altijd eventjes meedraaien. Ik maak de pomp open en kijk eventjes, het liefst ergens bovenin of middenin waar ruimte is. Niet in de plaats van de filterwat, want filterwat heb je nog steeds nodig om de stof eruit te halen. Dus de filterwatten laat je er gewoon in zitten. Je haalt gewoon ergens één laagje uit waar een spons in zit bijvoorbeeld. Daar leg je de kool in het mandje. Nou, en dan sluit je de filter weer. Dus je doet eventjes aquariumwater erin. Ja, en dan kun je je pomp weer helemaal aansluiten. En hem over het aquarium laten draaien. Als je bak dan weer helemaal klaar is, je hebt hem gevuld, kool zit erin, hij draait lekker door. Laat het even lekker een dag of 3-4 zo doordraaien. Haalt lekker alle gif eruit. Dan kun je dus beginnen met een nieuwe waterwissel na 4 dagen of bijvoorbeeld na een week. Wat ik nu altijd doe als je klaar bent met je kuur en je hebt over kool gefilterd. Je bent daarmee klaar na een dag of 3-4. Hou je de filter open, hou je dat er weer uit. Je doet even je oude filtermateriaal er weer in. En je laat nog even lekkere dag je filter doordraaien op je aquarium. Die dag daarna doe je weer een waterwissel van 50% tot 70%. Ga niet aan de rest van je filter zitten rommelen, want dan haal je nog weer bacteriën eruit. Als je dat hebt gedaan, dan moeten alle medicijnresten inmiddels zijn verdwenen uit je aquarium. Laat dan gewoon alles weer lekker lopen en blijf zoveel mogelijk even van je aquarium af. Want hij heeft al een opdonder gehad en anders krijg je problemen met je bacteriën in het water. Want hij heeft wel weer die goede bacteriën nodig. Nou, en dan kun je daarna weer gewoon verder wat je normaal ook deed. Dus je normale waterwissel is goed, zijn de medicijnen nu allemaal weg. En hopelijk zijn je vissen allemaal beter geworden. Want dat is natuurlijk de bedoeling van medicatie. Alleen het blijft altijd even de vraag, dan staat er in zo'n bijsluiter. Na medicijngebruik is het nodig om even over kool te filteren. En dat was het dan. Er staat natuurlijk niet in de gebruiksaanwijzing hoe je dat dan moet. De werking van het filterkool zelf is vrij uitgebreid. Er zijn ook allerlei verschillende meningen over. Het wordt zowel toegepast op zoutwater als op zoetwater. Die ik heb gehad staat ook op de verpakking. Moet je even naar kijken. Die is voor zoetwater. Het is wel zo dat er zijn wat meningen over de staafjes, omdat daar een ander stofje bij in schijnt te zitten waar bepaalde vissen weer niet tegen kunnen. Dus laat je even goed informeren wat je precies koopt. Alleen het is voor als je eventjes medicijnen moet verwijderen, is het gewoon een paar dagen gebruik. Zo over het algemeen verder niet schadelijk. Maar er zijn mensen die hebben gewoon standaard elke dag kool in een filter. Sommigen die zweren erbij, die hebben zoiets van het gaat helemaal goed. Het geldt hetzelfde voor UV-gebruik. Als je dagelijks een UV-filter aanzet, kan het ook zijn dat bepaalde vissen daar totaal niet tegen kunnen. Want het haalt ook allemaal goede bacteriën weg. En je kunt beter gewoon een aquarium zo natuurlijk mogelijk laten lopen met gewoon goed filtermateriaal erin. Met goede spons en bijvoorbeeld met Xerox in de bodem. Die houdt de bacteriën goed vast. Kun je aquarium goed lopen. Je doet wekelijks je waterwissels. En je kijkt eens eventjes één keer in de maand hoe je filter eruit ziet. Kun je in ieder geval het filterwater vervangen. Is die nou echt zo vies dat de stroming minder wordt en hij slipt eerder dicht. Maak dan pas je filter schoon. En echt, dat kan pas na een half jaar misschien zijn dat je hem echt een keer schoon moet maken. En dan nog, spoel dan alle sponsen af met aquariumwater. Haal een emmer water uit het aquarium, spoel daar je spullen in af. En ga niet met schoon water klungelen en doe alles tegelijk. Want dan krijg je weer problemen met je bacteriën over het algemeen. Dus tot zover even de tip over het filter. En daarna moet alles weer eventjes gewoon draaien. En dan is het de hoop dat alles weer normaal werkt. Ik hoop dat je in ieder geval iets hebt gehad aan deze tip van de pentikousjes. Hoe je dus over het, ik wil zeggen, steeds zeggen over het veel moet kolteren. Ja, hoe je over het veel moet kolteren. Dan krijg je dus een beetje een rotwoord. Knip. Knip. In ieder geval,
Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan mijn tip over de pantycousjes. En ja, je kunt ze natuurlijk weer uitwassen en daarna weer gewoon aantrekken als je dat fijn vindt. Ik weet niet of ze daar nog heel zijn. Misschien wel. Ik zou overigens geen pantysokjes gebruiken met ladders erin, want dat heeft niet zoveel nut. Het is altijd handig om van die pantysokjes in huis te hebben. Stel je voor, je hebt garnalen in je bak en je hebt je aanzuiger in de bak staan. Er zitten vaak vrij grote gaten in. Dan kun je ook een pantykousje omheen trekken. Dan even met een tie-ripje of met het elastiek. En dan kunnen de garnalen daar ook niet in verdwijnen. Deze bak is weer helemaal klaar. Ik hoop dat jullie wat aan de video hebben gehad. Zijn er nog vragen over? Stel ze gerust even hieronder. Ik ben nu verder niet ingegaan op de werking van kool op de lange termijn. Want er zijn natuurlijk ook filters waar het in verwerkt zit. En wat het allemaal doet met je aquarium. Het ging nu even puur alleen om het gebruik van kool. Nadat je medicatie hebt gebruikt. En gewoon het handigheidje van de panties. Bedankt voor het kijken. Tot mijn volgende video. Doei!